Ondanks de heftige en ontwrichtende tijd waarin de wereld nu gestort is, direct na een pandemie en conflict in Europa, is het goed dat het de tweede deel van het IPC-rapport er ligt. Het deelt een belangwekkende boodschap dat de vinger wederom op de zere plek legt. In dit geval is het IPC nog concreter, nog duidelijker in hun conclusies: Klimaatadaptatie is een must en the time to act is now. We zijn vanuit het Global Center on Adaptation blij met deze specifieke, maar ook kritische aandacht voor klimaatadaptatie. Dat nu nog te gefragmenteerd is, te ongecoördineerd, te ad hoc, te kleinschalig. De organisatie en vooral ook financiering van klimaatadaptatie moet en kan beter. Adaptatie heeft grote voordelen voor de werkgelegenheid, voedselzekerheid en levensonderhoud en zorgt voor vermindering van directe schade aan huizen, wegen en natuur. Ons recente onderzoek toont dat de jaarlijkse kosten van aanpassing voor waterbeheer voor de landbouw in Sub-Sahara-Afrika op slechts 6 miljard worden geschart. Uiteraard veel geld, maar wat zijn de kosten van inactie, van niet investeren? Die kosten zijn 91 miljard, ruim 15 keer zoveel. Met andere woorden, investeren in wateradaptatie is niet alleen het moreel juiste ding om te doen, het is ook economisch slim investeren. De Water Adaptation Track, die Nederland anderhalf jaar geleden in beweging heeft gezet, heeft veel laten zien dat als we krachten bundelen, wateradaptatie op schaal mogelijk is. Na de zeer succesvolle Klimaatadaptatie Summit in januari 2021, georganiseerd door de Nederlandse regering, heeft het GCA de krachten gebundeld met de African Development Bank. Om het zogeheten African Adaptation Acceleration Program te lanceren, de AAAP. Het doel van de AAAP is om minimaal 25 miljard dollar in klimaatresistente infrastructuur te mobiliseren in Afrika. Het is een programma dat de steun geniet van Afrikaanse leiders. Water staat centraal in de AAAP. GCA werkt nauw samen met de African Development Bank, met de Wereldbank, met nationale en lokale overheden en andere partners om toekomstige generaties van een betrouwbare en klimaatresistente watervoorziening te verzekeren. We werken bijvoorbeeld samen met de African Development Bank aan een klimaatresistent drinkwaterproject in Oeganda. Dit project zal 700.000 mensen in kleine steden en plattelandsgebieden van water voorzien door een lening van 80 miljoen dollar. GCA kan in zijn programma voortbouwen op de Nederlandse expertise op het gebied van waterbeheer. Onze kennis en ervaring is het resultaat van eeuwenlang hard werken, vallen en opstaan, vechten tegen het water en vervolgens ruimte maken voor het water. Wie kent er niet de Deltawerken? Maar ook programma's zoals Ruimte voor de rivier en de Maaswerken zijn ver buiten Nederland bekend. De Nederlandse watersector is mondiaal toonaangevend. Op technisch gebied, maar ook op het gebied van ruimtelijke ordening, openbaar bestuur, onze kennisinfrastructuur, innovatief beleid, is Nederland absoluut toonaangevend wereldwijd. Nederland deelt deze kennis al actief. Bijvoorbeeld via het GCA en ons werk in Afrika, maar ook in Bangladesh of de Malediven of in China of in Zuid-Amerika. Maar Nederland heeft ook een leidende rol gespeeld bij het ontwikkelen van langdurige en grootschalige. Klimaatadaptatiestrategieën in Bangladesh, Vietnam en Mozambique. Maar we kunnen veel meer doen door verder te bouwen op de langdurige partnerschappen die we over de hele wereld hebben. Wij Nederlanders hebben een traditie om samen te werken en te co-creëren. Vaardigheden die enorm waardevol zijn in deze partnerschappen. Maar het moet sneller en het moet op grotere schaal. Het conflict in Oekraïne heeft wederom laten zien. Hoe verweven onze wereld is. Investeren in de klimaatresistente watersector is nogmaals niet alleen het juiste ding te doen, dit is absoluut noodzakelijk voor ons allemaal. Nederlandse kennis kan hierbij een belangrijke rol spelen. Een veelgehoorde credo, water is life, water is de toekomst, jullie toekomst. Het is zo belangrijk dat jonge mensen opstaan en zich verenigen en aan de slag gaan. Wat we nodig hebben zijn mensen met nieuwe en baanbrekende ideeën. Energie om dit een betere wereld voor iedereen te maken. Alleen de jongeren hebben dit. En water is fascinerend. Het raakt aan de facetten van ons allemaal. Het raakt aan de facetten van het leven. Het geeft ons de kans om geleerde lessen mee naar huis te nemen en onze eigen cultuur en kennis te verrijken. We hebben jullie nodig, meer dan ooit. STOA is een van de instellingen die de Nederlandse watersector draagt. Die mensen en kennis samenbrengt en de Nederlandse watersector een nationaal uithangbord maakt. Met grote waardering van jullie inzet en jullie kennis gefeliciteerd en ik hoop dat de komende 50 jaar nog beter zullen worden. We hebben jullie nodig.